Een zondagnamiddag bij Tasman in Roon. Het is het favoriete restaurant van Sophie Gudde. Drie uur na het laatste fluitsignaal bij Excelsior Feyenoord komt het gezin Gudde bij elkaar. Ondanks de drukke werkzaamheden zien ze elkaar regelmatig. Marielle, mijn vrouw, die past sowieso één keer in de week op. Daar sluit ik eind van de dag wel eens een keertje bij aan. En er is sowieso heel veel contact, gelukkig, met ons allemaal. Ja. Is het een goede oppas, opa? Ja, moet ik zeggen. We zijn één keer naar Madrid geweest met vrienden. En toen heeft hij in zijn eentje, want mijn moeder was toen in IJsland, heeft hij in zijn eentje mijn drie kids 3 dagen gehad. En dat was vlekkeloos. Ging het goed? Ja, dat was heel bijzonder. Maar dan moet ik ook zeggen dat Sophie, de oudste, die is nu 7, dat die ook wel heel goed geholpen heeft. Dus op de een of andere manier, na een paar uur had ik het weer redelijk onder controle. Ja. Je moest er even in komen. Ja, dat wel weer. Zeker met die kleinste van 0, ja. Eerder die middag is het voor de laatste keer Gudde tegen Gudde. Excelsior's commercieel directeur Wouter Gudde kijkt of iedereen kan zitten op de overvolle tribunes van het stadion. Eén rij schuin voor hem zit zijn moeder Mariella met daarnaast zijn vader, Feyenoord's algemeen directeur Erik Gudde, die zo goed als zeker vertrekt naar de KNVB. Alleen voorafgaand in de bestuurskamer hebben ze even contact gehad. Verder is het voor hen een wedstrijd zoals alle anderen. Ja, dat merkte je vorig jaar al. Als je weet hoe groot de druk bij Feyenoord is geweest en dat ze kampioen kunnen worden. En dat ik echt geen moment, ook maar 1 seconde aan Feyenoord heb gedacht toen we 3-0 wonnen. Alleen maar dan, dat geeft wel aan dat je echt daarvoor Excelsior bezig bent. Ja. Maar daarna hebben jullie het daar wel eens over gehad waarschijnlijk. Ja, kijk, nu achteraf is makkelijk praten. Hè. Nu is 7 mei in de historie natuurlijk, dat verhaal wordt steeds bijzonder. Maar zonder 7 mei, die verschrikkelijke nederlaag van 3-0, die op die avond zelf, vond ik dat verschrikkelijk. En met name ook voor al onze medewerkers die zo hard hadden gewerkt aan al die festiviteiten. Maar zonder die nederlaag op 7 mei hadden we nooit 14 mei, 15 mei, 16 mei gehad. Ja, dat zijn zaken, dingen die bij ons allemaal in het geheugen gegrift staan. Dus naarmate de dagen en de maanden en de jaren vorderen, wordt het mooier en mooier natuurlijk. Laat dat duidelijk zijn. En dan stop je nu eigenlijk een soort, of van op je hoogtepunt, hè? Iets daarna. Ja, ik heb dat al een paar keer uitgelegd. Een dag of 10 na het kampioenschap, dat ik weer redelijk nuchter was geworden, ga je toch over een paar dingen na zitten denken. En sommige dingen blijf ik fantastisch vinden. Ik verheugde me al over deze transferperiode, over de aankomende Champions League. Alles wat we met jeugd en met commercie bezig zijn, is allemaal leuk. Maar er waren ook wel een aantal zaken bij, zoals met Feyenoord City. Het nieuwe stadion, 6-7 jaar verder. Ja, dan ben ik 8-69. Dat vond ik toch wel lastig. En ik vind het ook eerlijk gezegd van de organisatie vond ik het niet zo gezond. Dus ja, dan moet je ook eerlijk zijn. En ik vond het op dat moment een goede moment. En ik twijfelde nog maar, ja, als je Wouter of Tim en Jesper, de andere zoons, vroeg. Die zeiden, ik snap niet dat je daar zo lang voor nodig hebt. Dit is het momentum. En ik denk dat het goed is. Ja, je andere zoons hebben toch al eerder tegen je gezegd van, joh, pa, kap er gewoon mee. Ja, dat waren momenten dat het moeilijk was. Maar dat is al 7-8 jaar geleden. Die heb ik daarna niet meer gehoord, hoor. Heb jij dat ooit gezegd, Wouter? Nee, juist niet. Ik was volgens mij altijd degene die het meeste belde op het moment dat het slecht ging. Want je hebt in deze wereld al heel veel vrienden als je wedstrijden wint of goed doet. En ja, nogmaals, het is volgens mij een loodzware job bij Feyenoord naar hun werk. Alleen ja, je weet wel van tevoren dat er helaas af en toe bij hoort. Ja. Heb je veel steun aan gehad aan die belletjes van Wouter? Ja, kijk, je hebt op 3 fronten steun. Dat is het eerste plaats aan het thuisfront. Die gasten sowieso, en hij is speciaal. Maar ik heb ook erg veel bewondering hoe Mariel dat voorgehouden heeft. Verder een fantastisch directieteam met Martin, Mark, Joris en Raymond. Ja, en intern in de organisatie, dat ga ik ook een van de moeilijkste dingen om afscheid te vinden. Ik vind dat wij echt bij Feyenoord fantastische medewerkers hebben. Met een ongelooflijk hardwerkend, goed Feyenoord DNA. Dus op die 3 fronten heb je voortdurend steun gehad. Uiteindelijk wordt de laatste familieconfrontatie beslist in het voordeel van vader Erik, die de beoogde nieuwe directeur betaald voetbal van de KNVB is. Op 4 september wordt de raad van commissarissen van de voetbalbond gekozen, waarna zijn benoeming een formaliteit lijkt. Ja, daar ben ik inderdaad vereerd naar. Dat is natuurlijk een hele bijzondere functie, algemeen directeur KNVB. Is het ook zo dat het verslavend werkt? Want je had ook helemaal de voetballerij, je had ook helemaal eruit kunnen stappen natuurlijk. Nee, maar goed, ik had ook ergens anders interim functies of allerlei raden van commissarissen kunnen doen. Ik heb 4-5 weken echt getwijfeld. Wat is nou wijsheid? Ik vind 62 ook wel wat te jong om alleen maar wat deeltijdzaken te doen. En toen John Jaken, Toon Gerbrands belde,
ja, dan gaat het na 1-2 gesprekken toch wel weer absoluut groeien. Dat je denkt van, dit is wel een onwijs lastige klus. Maar het zal ook wel een mooie uitdaging worden. Mooie stap voor je vader, zou het een mooie stap zijn? Ja, denk ik wel. Ik bedoel, hij zegt net dat hij lang heeft getwijfeld, maar hij kan niet thuis zitten. Te weinig, denk ik, hobby's en dingen voorhanden nog om te doen. En dat het mooi is om het op die manier af te sluiten. En, ik denk, dan kan ik wel makkelijker zeggen, dat het ook een goed moment is om in te stappen. Er zijn dingen die daar beter moeten zijn. Of hij heeft ook een hoop dingen die daar al goed gaan, maar die komen nu niet naar buiten toe. En, nou ja, bij Feyenoord heeft het ook een hoop weerstand gehad. En uiteindelijk is het wel zo dat hoe je het ook went of keert, Feyenoord is veel beter dan 10 jaar geleden. En ja, nogmaals, mijn verwachting is dat bij de KNVB ook gaat gebeuren. Andersom is de vader ook trots op zijn zoon. Want Excelsior maakt een enorme groei door. Dat blijkt na afloop van de derby wel. Het business home is bomvol. Sinds Wouter Gudde samen met Ferry de Haan de leiding heeft, is de omzet verdrievoudigd. En speelt Excelsior nu voor het 4e jaar op rij in de Eredivisie. En Kralingen is zeker niet het eindstation voor Wouter. Als je een HBO-opleiding hebt, je hebt zelfbetaald voetbal gespeeld, je hebt 6 jaar ervaring, ja, dan denk ik van ook grotere clubs liggen voor hem, denk ik binnenkort wel, voor het oprapen misschien een groot woord, maar als algemeen directeur of commercieel directeur lijkt me dat volkomen vanzelfsprekend. Zou je hem aan of afraden om ook naar Feyenoord te gaan? Nou, kijk, op dit moment is hij 33 met een heel jong gezin. Ik was 53. Het is ook wel een ervaringsvak. Ik heb geen advies van. Daar heb ik geen advies van. Maar tussen Excelsior en Feyenoord zitten natuurlijk nog allerlei andere mooie clubs waar die zich denk ik verder kan ontwikkelen, waar die club ook baat bij heeft. Maar je zei, je hebt geen advies nodig? Nee. Ik vind, dat heb ik al vaker gezegd. Ik vind, er zijn 2 clubs in Nederland, Feyenoord en Ajax. Daar heb je los van het feit dat je of een echt gearriveerde voetballer moet zijn, heb je ook gewoon mensen, je hebt levenservaring nodig. En ik ben 33, ik kan niet in één keer 63 worden. Dus dat vind ik een volkomen verkeerde stap. En wie weet komt er helemaal nooit van. Daar denk ik echt niet over na. Ik wil op dit moment me vooral ontwikkelen. En zorgen dat ik ook elke dag beter word en zo compleet mogelijk. En dat is op dit moment even wat belangrijker dan waar je nou moet gaan werken daar verder voor. En dan is het altijd handig als je zo'n vader als klankbord hebt. Al zullen ze elkaar binnenkort even een tijdje niet zien. Want het is de bedoeling dat Erik in november eerst een paar weken ertussenuit gaat, voor hij aan zijn nieuwe avontuur begint. Je kan niet zomaar bij Feyenoord op vrijdagmiddag zeggen, nou tot ziens. En ergens anders, willekeurig wat het is, op maandag zeggen, nou hier ben ik dan. Ja, daar zit Feyenoord gewoon met 10 jaar lang, 7 keer 24 uur, zit gewoon veel te veel in je genen. Dus ik hoop een lange vakantie op een ander continent, dat helpt om de overgang wat te vergemakkelijken. Dat je niet elke zondagmiddag om 2:30 op je telefoon mag gaan kijken? Ik vrees dat ik zo ziekelijk ben, dat of het nou Champions League is of beker of competitie, dat ik inderdaad een half uur van tevoren weet dat ze naar buiten gaan enzovoort. Wat gaan we eten? Volgens mij hebben ze wat besteld, dus ik hoop dat het lekker is. Dus ze hebben de Dorada special deze keer. Dus ik ben visliefhebber, dus ik ga aan de vis. Ik kies hetzelfde.